In dit korte filmpje ga ik u vertellen hoe u het beste het lampje in uw filmviewer kunt vervangen. Het allerbelangrijkste hierbij is dat het midden van het gloeidraadje precies gecentreerd komt, precies in het midden komt van het midden van het lensje. Want als dat niet het geval is, dan wordt het beeld erg wazig en erg donker. Nou, belangrijk is hierbij om dit te doen terwijl het apparaat aanstaat. Dat betekent dat het lampje brandt terwijl het in positie gebracht wordt. Zorg daarvoor altijd dat u een doekje of zo heeft om uw handen te beschermen tegen het verbranden. Nou, het apparaat aanzetten. Het kapje eraf halen van het lampje. Het aluminium kapje ook nog. Bij het lampje hebben we keuze uit het klassieke gloeilampje. Zo werden de viewers vroeger altijd geleverd. Tegenwoordig kunnen we ook een lampje leveren met een halogeen, in halogeen uitvoering. En het lampje in halogeen uitvoering heeft een veel lichter beeld. En adviseren wij ook altijd om te gebruiken. Pak het lampje. Plaats het erin. En gebruik altijd, zeker bij de halogeenversie, een doekje. Nooit met de handen aanraken. Positioneer het erin. En beweeg het zo ver naar achteren, dat je zo'n helder mogelijk beeld hebt. Hier kan je het zien, dan doe ik hem helemaal naar achteren. Het is donker, helemaal naar voren ook. En probeer de juiste positie in het midden te vinden voor een optimaal beeld. Nou, met een schroefje kan je het lampje fixeren op de juiste positie. Ik ga het nu vinden. En dan, zo is hij goed. En nu fixeer ik hem. Zo. Nou, dit is in principe alles. Het lampje zit er nu goed in. Netjes in het midden. Nu nog even afronden door het kapje erop te zetten. Eerst het aluminium kapje. En daarna het kunststofkapje. Nou, dit besluit dit korte filmpje.